Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Albert Lokwenske met het kampioenschap. Hoe is het om tussen twee weken? Ja, hartstikke mooie twee weken gehad. Mooi waar, soort verschillende winkrachten, verschillende wedstrijden. Dertig, dus nee, super. Hoe moeilijk weer, vooral die hudde win, Staveren? Ja, wie dreig pot. Staven weer voor u een dreige pot. We zitten in dubio welk zeil we erop hebben moesten. Hebben we toen dus 2000 zotjes zeil erop gegooid. Daar zielen we maak sterk mooi. Ja, maak een sterk mooi hem hard, de skipper. En het allemaal keuze zien. Ja, we hebben er hoe maar in al noer. En gezamenlijk kom je dan tot een besluit welk zeil. Uiteraard heb je in hard de eindstemming. Maar we winnen maar in al eens dat we dat zeil gebruiken we voor die wedstrijd. Maar we hadden natuurlijk wel een goed resultaat, helemaal. Maar het was net de beste wedstrijd qua snelheid en hoe het we rond hebben. En we optimaal profiteert van de situatie die zich voordien. Hoe moeilijk is het dan? Want ja, Doos zit dan voorop, dan moet je hem hard achterop. Ja, hudde wien. Communiceren is dan ook moeilijk, neem ik aan. Ja, maar ik heb een beetje schreeuwen. Hè? Ja. Dat weet ze allemaal wel. Ja. Dus dat denk ik maatje meer wel duidelijk. Ja. Ja. Dan die laatste weken, hoe is je sterren begonnen? We begonnen natuurlijk even met een wat mindere wedstrijd. Het wat zijn, of dat mindere wedstrijd, wie een hartstikke goede wedstrijd. Wie een heel mooi in de strijd met Snits. En toen hingen we die situatie bij de boei. We raken hem even wat mooier kregen, wij de laatste 40 meter wat minder. En toen raken we die boei. En dan zit het middenin en dan komt ze net meer samen doorheen. Dus dat wie even mentaal even wat minder. Maar de beste manier om weer om te komen is door de naaien goed weer verder te zielen. En dat hebben we gelukkig gedaan. En toen hebben we binnenhellen, dus dat wie super. Hoe is dan het gevoel, Lemmer 12? Want ja, het protest hong nog even. Je weet wat we op de beelden zijn gelaten. Spelen dat ik in Holle mooi? Dat protesten, dat ging natuurlijk nergens over, want we hier in die boei echt net raken. Ik net, maar gewoon echt net. Maar goed, ja, dan kan je kent toch net voor je gevoel voluit juichen, want dat zit in je achterhollen. Maar goed, dat weer een beetje jammer. Maar mag de pret nu niet meer drukken. Nee. Dan ben je kampioen, dan zijn laatste wedstrijd. Hoe begin je die van die gevoel, die snits? Ja, heel relaxed. Ja, hè, normaal heb je, ik heb er net een soort les van, maar je hebt toch een beetje wedstrijdspanning. En helemaal had het erom geert. Ik als die mijn 10 punten voor, weet ik volle. Het kan altijd wat gebeuren. Dus, maar die spanning weer er helemaal oud. Dus we kennen wat relaxter beginnen alle keer. Maar natuurlijk, had het 10 minuten Scott is gong, dan wil je er weer volle bak voor geven, maar zien aan. En daar heb je het best voor die. Wissel hier een adviseur. Wat mij opvoelt deze twee weken, ik in de wedstrijd verslagen, dat een adviseur steeds belangrijker wordt, Alex. Hè? Ik weet net dat het belangrijker wordt. Wij deuren al jaren zat wat nou ik deugen. Dus ik heb net het idee dat wij belangrijker binnen worden dan Tsini Lien. Misschien win je de voorloper daarop, hè? Misschien wel, hè? Wij deuren een soort maar zien draaien. Ja. En dat werkt bij u heel goed. Ik weet net dat horenskoetje dat elke dag. Ik weet dat ze het bij Lemmerik wel een beetje zou duggen. Ja, maar zien al, ik zie voorop sommige dingen beter bij de start. En Tammo kan sommige dingen beter achterop bepalen. Maar Hudde Wiener is mijn huid een soort aan het sturen. En die kennen maar een hele beetje muisje. Dus Hoe zit het in een scootje, wil je wel eens bellen? Van een horenskoetje wil die hebben? Dat kan gebeuren, ja. Dat zou kunnen gebeuren, ja. Hebben ze daar wel eens bellen? Ze hebben wel eens bellen, ja. Ja. Is dan ik in twijfel staan? Of horen u daar? In twijfel staan, zeker. Toen wie de tiet er nog net riep voor. Dus we zitten nog in een jonge band, die worden nog steeds wat ouder. Dat komt steeds dichterbij. Elke keer in je dichterbij. Ja, dichterbij zou je dan om skipper te worden? Uiteraard, ja. Dat is niet het doel? Nou, het is net mijn doel, maar het is net dat ik dat als doel zeg, maar dat zou ik wel heel mooi vinden. Ja. En dan een grauwste scootje of zo is het van, daar ben ik ook een scootje, dus graag op worst.
daar ben ik wel oorenskoetsjes, ja. Natuurlijk hebben we altijd hartstikke mooi met grauwzield. Dus dat zou heel mooi wijzen. Ja. Maar ik weet niet hoe lang met Heid nog er ook geeft en wat er elke keer gebeurt. Dus, ja. Nou, die gaat sowieso nog niet hier, want die had mooi met hem praten. Oké, sure. Nou, mooi. Mooi dat, ja. Nee, hij moet zo lang er ook in, zolang dat hij het dwang kent en zolang dat het leuk vindt. Ja. En dan zien we wel wat er elke keer gebeurt. Ja. Dat vind ik altijd zo belangrijk. Ja, vrouw zit erachter, jonge ben, jonge zin. Hè. Dus je moet er ik heel wat verdwaan. Als je skipper wil worden, dan moet je dat zeker goed in oorleg doen met je vrouw. En ik kan je band denken en hoe je dat elke keer invult. Dat kent het net alleen nog. We zijn er weer bij. Sport in Grauw. Wereldwijd, maar toch dichtbij.